of andere oorlogen daarvoor en daarna zichzelf hebben opgeofferd voor de vrijheid die we nu hebben. Vandaag staan we stil bij hun opoffering. Moed, doorzettingsvermogen, kracht en veerkracht en hun nalatenschap. Welkom hier in Sophiahof, nogmaals, in het programma Echte Helden Getuigen Zelden. Dit programma is georganiseerd door het Indisch Herinneringscentrum in samenwerking met Iwan Feyman en Ernst Jans. En in het kader van de Bevrijdingsdag op 5 mei. En dit programma is ook een onderdeel van Haagse Vrijheidsweken en Vrijheidsmaaltijd. Ik ben dus Julia Wattepan, programmamaker van het Indisch Herinneringscentrum. En vandaag ga ik het programma samen met Jos Wibisono begeleiden. Maar voordat we echt naar het echte programma volgen, ga ik even schetsen wat we vandaag gaan doen. We gaan dus eerst, zo dadelijk, een korte introductie volgen. En dat is begeleid. Ja, Jos gaat het begeleiden. Dat is een soort interview met Iwan en Ernst. En ze gaan het hebben over het verhaal achter de docu die wij zo dadelijk gaan zien. Ongeveer 10 minuten. En dan daarna gaan we de film kijken, gemaakt door Kees Hin. Ik weet niet of jullie bekend zijn met de naam Kees Hin. Nee? Nee. Nou, hij is eigenlijk een van de bekende Nederlandse filmmakers. Hij heeft meer dan 100 films gemaakt. Ik heb gegoogeld hoor. Maar goed. Maar hij is helaas overleden in 2020. Op 83 jaar leeftijd heb ik begrepen. Ongeveer. En deze film, de titel van deze film is De Vitaliteit van Hun Vaders. Ernst en Iwan gaat straks hierover meer vertellen. Maar voor deze film, voor deze docu, heeft Kees Hin dus Iwan en Ernst 8 jaar lang gevolgd. En het resultaat daarvan is nog nooit eerder getoond, heb ik begrepen. Dus dit is eigenlijk de première van de docu. Dus dat. En na de docu gaan we even kort pauzeren. Ongeveer 10 minuutjes, even benen strekken, even naar de wc, even water drinken. En dan gaan we daarna terug naar de zaal en dan gaan we één gesprek met 4 personen die relatie hebben met de personen die u later in de film gaat zien. Na dat gesprek gaan we een performance bijwonen van Ernst Jans. En dan gaan we natuurlijk afsluiten met een vrijheidsmaaltijd. Dat was het. Nou, dat voor nu. Vertel een verhaal over jullie ouders, jullie vader voornamelijk. Jullie vader voornamelijk. Mijn vraag is dus eigenlijk. Voordat we gaan beginnen, mag ik nog even. Oké. Goedemiddag. Nou, heel blij dat jullie er allemaal zijn. Ik heb iets opgeschreven wat ik graag even wil voorlezen voordat we beginnen. Geachte aanwezigen, familie, vrienden en vriendinnen. Voordat we de film gaan bekijken, zou ik graag een aantal woorden van dank willen uitspreken. In 1991 heb ik de grote eer gehad de regisseur van onze film Kees Hin te hebben ontmoet. Het was tijdens de opname van de documentaire Huishoudens van Steen, een film van Lili van den Berg, waarvan Kees de regisseur was. Uit deze ontmoeting heeft zich een langdurige vriendschappelijk contact ontwikkeld. Op een dag, zo'n 15 jaar geleden, vroeg ik Kees of hij een documentaire zou willen maken over de Indonesische politieke organisatie de Perimpunan Indonesia en het Indonesisch Verzet. En het Indisch Verzet. De PI, Perimpunan Indonesia, was een organisatie die al voor de oorlog een onafhankelijk Indonesië nastreefde en in de oorlog en masse in verzet ging tegen de Duitse bezetting van Nederland. Kees stemde toe, maar er was en er kwam geen geld vanuit de fondsen en de omroepen. Toch is het ons gelukt de film te maken, hier nu vertoond, het zij in verkorte versie, daar de oorspronkelijke film maar liefst meer dan 2 uur lang is. Kees stemde in met inkorting, maar helaas heeft hij, door zijn voortijdig overlijden, deze versie nooit kunnen zien. Wij zijn in ieder geval heel trots op de film, zoals ze nu geworden is, en hopen natuurlijk dat Kees deze versie ook mooi zou hebben gevonden. Het verzet daad, de rol van je vader tijdens het verzet, kun je dat even kort schetsen?
Ja, eigenlijk ben ik daar pas achtergekomen een beetje na zijn dood. Ik wist wel een paar dingen, maar hij had het er nooit over. Over die hele oorlog, heel sporadisch sprak hij erover. Mm. En uit archieven en door zelf onderzoek te doen en ook uit boeken ben ik achtergekomen dat hij zich voornamelijk bezig hield met het onderbrengen van Joodse onderduikers en verzetsmensen. Het ageren tegen de inzet voor, tegen de arbeidseinslaag, zijn mensen weerhouden daarvan aan deel te nemen. Verspreiden van illegale lectuur. En ik heb hem ooit de vraag gesteld of hij ook aan gewapend verzet had meegedaan. En toen, of dat hij ooit wel eens iemand heeft moeten, geweld heeft moeten gebruiken in de oorlog of moeten schieten. En toen zei hij ja, en daarbij hem heeft moeten doden of iets dergelijks. Die zei, ik heb wel geschoten, maar ik weet niet of ik iemand gedood heb. Dus ja. Oké. Okay. Dezelfde vraag aan jou, Ernst. Wat was het verzetsdaad van jou, van jouw vader? Nou, staat hij aan? Nee. Nee. Dat moet ik gebruiken. Deze wel. Nou, hij begon met inderdaad ook Joodse mensen te laten onderduiken. Hij vervalste papieren, identiteitsbewijzen. Hij stencilde zelf in blaadjes van nieuws wat uit Engeland kwam. Okay. Later is hij zich bezig en heeft hij een knokploeg opgericht. Dat wil zeggen, die dan distributiekantoren moesten overvallen, zodat de bonnen verspreid gegeven konden worden aan de onderduikers. En hij heeft ook een spionageploeg opgericht, waar die ging spioneren wat de Duitsers van plan waren. Hmm. En het was nogal veelomvattend wat hij deed. En hij had dus, wat ik het mooie ervan vind, is dat hij samen met zijn jeugdvriend Tutti Webb, Rutger Webb, haar opa, dat zij werkten samen en zij hadden dus samen een knokploeg samengesteld van eigenlijk alleen maar Indische mensen. Okay. Indische mensen waren best wel verspreid in het verzet, maar ze zaten altijd onder de Hollandse mensen. En het was dus heel bijzonder dat zij een eigen verzetsgroep hadden waar zij het zelf voor zeggen hadden. En dat was eigenlijk, ja, het mooie ervan, of het bijzondere ervan eigenlijk. Okay. Indo's was dat niet gebruikelijk, want de meeste Indo's die zaten nog in Nederlands-Indië en maakten daar die vreselijke oorlog mee. En die hoopte dus dat de Nederlanders terug zouden komen om na de Japanse bezetting en ook de Bersiap, de vrijheidsstrijd van Indonesië, hoopte natuurlijk dat de Nederlanders daar terug zouden komen om hun oude leven weer te kunnen oppakken. Mijn vader studeerde al voor de oorlog in Nederland en daar kreeg hij dus contact, en met name via Rutger Webb, Tutti Webb, zijn oude schoolvriend. Tutti was iets jonger, een jaar jonger dan mijn vader. En Tutti Webb die had ontzettend veel contacten met de Indonesische verzetsbeweging. Want Tutti woonde in Utrecht en deed daar rechten. En alle rechtenstudenten, Indonesische rechtenstudenten, die sloten zich aan bij het verzet. Ja. Dus Tutti en mijn vader, die wilden eigenlijk, die hadden het ideaal om de Indische gemeenschap in contact te brengen met de Indonesische gemeenschap op gelijke voet, wat eigenlijk nog nooit gebeurd was. Nee, ja. En als zodanig dus zich een plaats te verwerven in het toekomstige onafhankelijke Indonesië. Dat de Indo's daar dus konden blijven en hun leven konden leven. Ja, oké. Okay. Ja. Maar dat is dus nooit echt van de grond gekomen? Nee, echt van de grond, omdat ze allebei werden opgepakt door de Duitsers. Maar het was dus alle reden om, voor de Duitsers bedoel ik, om je vader op te pakken, kennelijk. Ja, zeker. Ja. Zeker. En waar is hij dan beland? In welk land? Hij werd op de Rindijk in Amsterdam werd hij opgepakt. Ja, dat was een enorme vechtpartij schijnt dat geweest te zijn. En toen is hij gebracht naar de gevangenis, de Weteringschans. Oké, vandaar is hij naar Amersfoort, de concentratiekamp Amersfoort overgebracht. Maar het mooie verhaal is dus eigenlijk dat Tutti
haar grootvader, ik zeg het nog maar eens. die wilde mijn vader bevrijden uit de gevangenis in Amsterdam. Zo. Dus hij wilde een overval plegen op de gevangenis op de Beteringsgans. Er zijn diverse overvallen gebeurd. Ja. Maar hij wilde dus mijn vader bevrijden. En als een soort van vingeroefening gingen ze dan, zouden ze een distributiekantoor in Den Haag hier overvallen. Mm. En daarvoor deden ze schietoefeningen op de hei, in het Gooi ergens. En mijn moeder deed er ook al mee, die moest dan in zo'n tasje allemaal revolvers in de trein daar naartoe brengen. Wow. Vrouwen, ja. die overval is uiteindelijk gedaan en ook gelukt, maar ze zijn allemaal verraden. Dus mijn moeder is opgepakt en in de gevangenis hier in Oranje Hotel terechtgekomen in Scheveningen. En Tutti is ook opgepakt en die is later gefusilleerd in Vught. Maar je vader heeft de oorlog overleefd? Mijn vader heeft de oorlog overleefd. Anders had ik u niet gezien. Nee. Maar had u toen allemaal gehoord, deze verhalen? Of moet je zelf, ja. Net als iemand een ander zoek? Alle verhalen die heb ik... Mijn moeder heeft veel verteld. Ik heb mijn moeder geïnterviewd toen ze nog heel helder was. En ja, dat was voor mij een eye-opener. En verder andere stukjes van de puzzel. En laatst nog Giantini en Melanie. Zijn we bij elkaar gekomen. En allemaal de kleine stukjes van de puzzel passen allemaal in elkaar. Nou, dus het is een hele bijzondere geschiedenis. Ja, ik kan me voorstellen. Ik wil even gaan naar Iwan. In tegenstelling tot andere Indonesiërs, ja. Zijn jouw vader hier gebleven. Ja. Terwijl die andere Indonesiërs zijn teruggekomen voor een onafhankelijk Indonesië. Maar waarom? Mijn vader was ondergedoken. Op een gegeven moment, hij zat in Soe. Zeg maar, en één keer per maand, daar was hij ondergedoken, moest hij naar Amsterdam om nieuwe opdrachten op te halen en om besprekingen te voeren met het verzet. En op dat moment, op een van de laatste keer dat hij in Amsterdam was, was er een polio-epidemie in Amsterdam. Hij is toen besmet geraakt en verlamd geraakt. Hij is toen opgenomen in het ziekenhuis, maar hij moest het ziekenhuis ook al heel snel weer verlaten. Omdat er een overval was geweest op de Bomsparkweg, waarbij een paar kameraden van hem waren gearresteerd. En hij was verbindingsman, ook in het ziekenhuis. En om het verzet niet in gevaar te brengen, heeft hij toen iets moeten ondertekenen van een medische verklaring, dat hij op eigen risico het ziekenhuis uitging. En hij is toen, om die reden is hij invalide gebleven, kon hij niet worden behandeld. Na de oorlog, helemaal aan het einde van de oorlog, toen was het kantje boord of hij zou blijven leven of niet. Toen is hij alsnog opgenomen in het ziekenhuis, ook omdat de bevrijders al dichtbij waren. En na de oorlog moest hij revalideren. Mm. Maar hij bleef verlamd aan beide benen. De situatie in Indonesië na de oorlog was heel erg moeilijk. Op allerlei gebieden, ook medisch gebied. Zijn vrienden hebben gezegd, weet je wat, blijf jij mij hier? Want er blijven nog een paar mensen hier. En we hebben hier ook mensen nodig voor onze contacten en voor de politieke ontwikkelingen. Mm. En om die reden is hij toen maar hier gebleven. Okay. Maar je zei met je vrienden. Ja. Kun je dat één naam noemen waardoor je bijvoorbeeld ook je naam naar hem is genoemd? Een van zijn vrienden, maar die is al in de oorlog gesneuveld. Dat was Ida Wansuyono. Daarmee zat hij in de oorlog ook voordat hij een vriend was ondergedoken in de Veneegelaan. En daarmee werkte hij ook samen binnen het verzet. Maar die is in Leiden doodgeschoten tijdens een razzia in 1945. Ja. Maar ze waren dus. Ze zaten ondergedoken bij tante Marie, noemden we haar. In de Veneegelaan nummer 11. Tante Marie was onderdrukster, tante Marie Reawaru was dat. Ja. Hmm. En zij heeft de oorlog overleefd. En ja. Ja, wij waren allemaal gek op Tante Marie. Af en toe moesten we naar toen, ik kreeg altijd een snoepje van. Nou, genoeg verhaal zou ik zeggen. Dus we hebben genoeg stof om
nou ja, wat inzichten te hebben om de film nu te gaan bekijken. Ik hoop dat, nou ja, dat wij dan wijzer zijn geworden door deze film. Ja. En dat gaat er een beetje over. Want dat is waarom die al die verzetsmensen hebben gevochten. Er waait een vreemde wind over de wegen van het land. Door de straten van de stad, tussen de regels in de krant. Mensen wijzen mensen na, vele kelen spreken kwaad. Achterdocht waar ik ook ga, er is sprake van verraad. Kom naar huis, mijn kind. Kom naar huis. Kom naar huis, mijn kind. Kom naar huis. Er waait een vreemde wind. Er hangt een zware stilte, alsof er buiten niets beweegt. Rondom het huis een klamme kilte, de straten liggen naakt en leeg. De avondklok regeert de stad, haar wijze streng en stram. Ik heb een bizarre droom gehad, dat er een eind aan het lijden kwam. Kom naar huis, mijn kind. Kom naar huis. Kom naar huis, mijn kind. Kom naar huis. Er waait een vreemde wind. Laat angst ons niet regeren, zoals de klok doet deed met de stad. En de morgen zal ons leren of er genoeg is lief gehad. De tijd is aangebroken, zoals in dromen is voorspeld. De waarheid heeft gesproken, alleen nog mededogen telt. Kom naar huis, mijn kind. Kom naar huis. Kom naar huis, mijn kind. Kom naar huis. Er waait een vreemde wind.